Goedendag, survival en bushcraft liefhebbers. Ik ben hier op uitnodiging van Danny van Bushcraft en Survival België. En ik had graag met jullie eens een preview gedaan. En een vergelijk natuurlijk van de Bear Gills, de Gerber. Hakstelke. Ja, eens gaan vergelijken. Ten opzichte van een ouderwets hakstelke. Voor uit een lege stok of zo komt. Dat we eigenlijk bij elke oude man naar eens op de zolder of in de schuur ligt. Dus niet van goed geslepen. Is het heel wet. Fijn werktuig. Oké. Ten eerste de Bear Gills. Dit is de Gerber. Komt heel compact over. Ligt licht in de hand. Veronderstel iets te licht, maar dat zal de test uitwijzen. Er zit een heel handig schermhoesje rond. Degelijk. Is goed met de vetten vastgezet, dus het scherpe gaat niet door. Lijkt mij dus wel degelijk degelijk. Wat ik ook zie hier is een kleine pocket guide met wat informatie, handige tips over survival, bushcraft. Ja, kleine tips, maar ik denk over het algemeen dat de meeste mensen die zich met bushcraft bezighouden, deze informatie allemaal tot in de knieën kent. Perfect. Dan het hakstelletje zelf. Ai! Dus scherp. Ja. Veiligheid voorop zeggen ze, maar het uitpakken is al een probleempje. Dus. Dan doen we er maar een oppervlakkige vleeswonde. Die gaan we eerst verzorgen en dan gaan we verder met het vervolg. Ja, oké. Dit is verzorgd. Doen we het overkill of wat? Ik weet het niet, maar het bloeide gelijk rond. Ja, goed. Dan gaan we terug verder van voordat we hier zijn. Dus, nogmaals, voor hetzelfde geld. Eén ding is zeker, je zult het ding niet vlug verliezen, want het komt er moeilijk uit. Heeft zijn voordeel natuurlijk. Dan, eerste zicht. Mooi afgewerkt. Buiten deze kant geen scherpe randen. Alle wanden zijn mooi afgerond. Ligt degelijk in de hand. Er zijn hier een paar uitsparingen. Door de vingers. Dus je kunt je hakstelletje in een choke nemen. Dus kort tegen het en als werkmes gebruiken. Lijkt me heel degelijk. Oké. Dan gaan we nu even een kap testen. Ik heb hier een stuk oud hout voor me liggen. Droog. Het heeft hier al gebrand gehad, dus dat is degelijk hout, denk ik, stuk hout. Eens kijken wat we testen. Wat het bij elke vermaak. Ja. De scherpte is heel goed. Hij bijt goed in het hout. Maar voor zulk werk lijkt het me een beetje te licht. Het gaat, het werkt, maar het is te licht. Je voelt de slag terug tot in de elleboog. Je kunt niet genoeg momentum zetten voor door te klappen. Nou eens kijken voor het oude hakstel. Daar is de, je ziet, je machtarm is een pak langer. Dus hij gaat dus meer momentum geven, dus de slag gaat beter zijn. Mijn inziens zal dit prachtig gaan voor het fijnere, het lichtere hakwerk. Ja, kijk. Je ziet, dit bijt wat harder.
meer momentum. Dus voor het grotere werk het geëigende toestel. Voor het fijnere werk zal het dit worden. We gaan eens kijken hoe dat het zich verhoudt bij de betanning. En op het kleinere hakwerk. We hebben een stukje hout voorbereid. Van de grote en afgekapt. Dat is ook voorbereiden. We gaan eens kijken hoe het zich verhoudt met betanning. En we proberen een paar piketten te maken. Want we hebben hier achter ons, hè, we moeten ons kant nog opslaan. Hè. Daarop ophangen. De manier waarop, dat zien we nog wel. Maar dan hebben we piketten nodig van die grond. Dus dat gaan we hier van maken. Je ziet, het was juist hier afgebroken. Dan heb ik een beetje weer een stuk afgedaan. Dus eens kijken wat we hiervan kunnen maken. Ik ben uitgewerkt om te kloppen. En mijn hout barst niet. Dus barst niet verder. Breken lukt in dit geval wel. Maar als het wat langer is, dan kunnen we dat vergeten. Dat breekt je ook niet. Dan kunnen we opnieuw beginnen. Of je zult jezelf verplicht zijn om op de voorkant van je hakstel te kloppen. Dan ben je verplicht om hier beginnen te kloppen. Je ziet wat het resultaat is. Groot hakstel. Zo barst het al open. Groot werk, niet weggelegd voor de gerber. Klein werk gaan we nu bekijken, met groot werk niet echt. Stookhout. Perfect. Lijmscherp. Ideaal. Echt waar. Voor het fijne werk. Ideaal. Ligt mooi in de hand. Kapt heel secuur. Uiterste controle over je hakstelletje. Heel veel kracht moet je niet zetten. Het gaat er lekker mals door. En ik zeg je, dit is droog hout. Dat hier al heel een tijd ligt. Dus dat is ook harder als het gewone zachte, verse hout. Perfect. Eens kijken, we gaan het mes choken. Het gaat heel goed. Ideaal. Aanbak hout te maken, kleine stukjes. Als pushkraft hakstel voor een kampvuur houtwerk te klein hout te kloppen, ideaal. Ik zou het toch zo gaan voor je groot. Eerlijk waar.